De geiten worden hier driemaal daags gemolken. Dat doen we met een carousel buitenmelker, zoals we die noemen. Dat betekent dat de geiten er recht vooruit inlopen, met de kop naar de midden en weer, als ze een rondje hebben gemaakt, achteruit eruit stappen. We hebben gekozen voor dit systeem omdat je daarmee met één melker snel alle geiten gemolken kunt hebben en dat het vlot verloopt. Nadat de geiten gemolken worden, moet de melk gekoeld worden en opgeslagen worden. Daarvoor hebben we een systeem ontwikkeld waarbij we zeer efficiënt omgaan met energie en met reinigingsmiddel. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt het reinigingswater hergebruikt. Hiermee besparen we ongeveer de helft aan energie en wel 80% aan reinigingsmiddel.